Good morning. Goedemorgen, lieve allemaal. Goedemorgen. Kunt u me horen? Ik denk nog een beetje. Nee, nog een beetje. Moet die Tim, moet hem waarschijnlijk anders vasthouden. Nog een beetje harder. Mijn moeder stond erop dat als ze iemand wilde spreken, dat we die persoon gingen zoeken. We konden niet beneden aan de trap staan en dan zeggen, mami. Mijn moeder antwoordde dan niet. Ze zei, nee, kom maar. Vandaar dat we opgevoed zijn om zacht te spreken. Ja. Dus ik heb er niet zeer gehoord in het schreeuwen. Maar goed, vandaag is vrijdag 3 mei 2019. En het is de tweede dag van onze retraite Mindfulness als een bron van geluk in de Beukenhof in Biezenmoord. We hadden vanmorgen een geleide meditatie. En dat is een meditatie die ik graag doe. Sommige mensen zeggen wel een kinderachtige meditatie. Moet ik bezien als een bloem. Mijn ervaring is dat als ik mij zie als een bloem, ik ervaar mezelf dan ook als een bloem die groeit of aan de voet van een boom of ergens in een weide of langs de kant van de weg. Ik ben eigenlijk nooit in een tuin, heb ik gemerkt in mijn geleide meditatie. Altijd ergens in de natuur. En in dat bloem zijn heb ik het dan ontdekt. Ik hoef niets. Ik hoef helemaal niets te bereiken. Alleen maar bloem te zijn. Geen doel, niets. Dus ik voel me als een bloem. Dan kom ik in het niets te bereiken hoeven. En dat is heerlijk. Dus ik geniet echt van speciaal deze geleide meditatie. En ik voel me als een berg. En een berg, ik hou wel van bergklimmen. En ik heb ontdekt dat een berg is deel van de aarde. Het is een soort de aarde die zo'n beetje naar boven groeit, zou ik maar zeggen. Het steekt een beetje uit. Het is niet iets dat op een plat vlak gezet wordt, maar het is deel van de aarde. Dacht ik ook, als een berg deel van de aarde is. Aarde is een voortzetting van de aarde. Dan ben ik een voortzetting van mijn voorouders. En zo die meditatie te doen, dan denk ik, ja, ik ben ook niet iets dat zo'n blok ergens is neergezet, maar ik ben uit iets voortgekomen. Ik ben werkelijk een voortzetting, zoals de berg een voortzetting is van de aarde. Wel, als een voortzetting van mijn voorouders ben ik wel gegrond, geworteld, inderdaad zo, rooted, geworteld, dankjewel, geworteld in mijn voorouders. En ik neem ook toevlucht in mijn voorouders. Ergens in de jaren 90, ik weet niet meer precies wat het was, 92, misschien 93, toen vroeg hij mij executive officer. Executive.
executive officer, hoe zegt dat in Nederland? Directeur. Directeur, oh dank u wel. Directrice te zijn van The Order of Interbeing. En ik dacht, hoe komt daarbij? Mijn hele leven hebben me vergehouden van verenigingen. Maar daar hou ik helemaal niet van. Die clubs. En ik ga het mij vragen om directrice daarvan te zijn. Waar had ik in zijn hoofd? Pardon. En toen deelde ik dat zo, vertelde ik dat aan een van mijn zusters. En die zei, ja, maar weet je, als je eventjes aan onze grootvader denkt, die deed heel veel van het werk. Dus, zijn heeft hij dat al in jou gezien? En ik zo, ze begrijpt het beter dan ik. Toen hij dit bekend maakte, toen zat er iemand naast me, die al langere tijd bij Club Village was. En ik zei zo tegen hem van, wat moet ik nu doen? En hij zei, ah, maak je geen zorgen, Thij zal je wel zeggen wat je moet doen. Ik denk, oké. Dus ik deed niets. Ik wacht tot hij iets zegt, maar hij zei niets. Tot hij op een gegeven moment zei, na een paar maanden, en, zuster Gina, heb je al iets gedaan? Dat krijgen we nu. Ze wil vertellen, Thij zou mij vertellen wat ik zou moeten doen. En nu vraagt hij aan mij, wat ga je doen? Goed, ik was toen bijna eind van het jaar. Dacht ik, wat zou ik nou eens gaan doen? Toen ben ik maar achter mijn bureau gaan zitten met een blank vel papier en een pen. We hadden toen nog geen computers. En dacht ik, oké. Misschien zal ik eens een brief schrijven aan de leden van de orde. Vinden ze misschien wel leuk voor een nieuwjaar. Maar inspirerende woorden. Maar ik zat daar voor dat witte vel. Denk ik van, wat doe ik nu? Dat kwam niet. Dat ik, oké. Granddaddy, dat is grootvader. Ze noemden wij onze grootvader. Granddaddy, please help me. Granddaddy, kom even en help me even. Want jij schijnt dat vaak gedaan te hebben. Dus doe dat even voor me alsjeblieft. Toen een pen gepakt en tot mijn grote verwondering vloeide de glas aan die pen. Ik dacht van, kijk eens aan. Dat is mooi. Ja. En toen die brief verstuurd. En dat werd toen een traditie dat ik zo'n één keer per jaar zo'n brief stuurde aan de orde. Ik kreeg er de antwoord. Tot een gegeven dag, toen ik het zo had, erover had met een lid van de orde van, zeg nou, ik schrijf al die brieven wel. En toen zei ze, nou, dat vind ik zo leuk. Want ze hebben het tot nu toe nooit gekregen. Dan denk ik, oké, goed. We zijn op het goede pad. Even de illustratie van, we kunnen kijken naar onze voorouders en toevlucht nemen tot hen. Maar gaan te roepen van, help eens even. En het is misschien niet de generatie boven ons, het kan vele generaties terug zijn. Kijkt u naar de Nederlandse geschiedenis, dan wel voorouders. Maar ik denk, nou, daar kan ik iets mee. Die zal ik maar eens aanroepen. En dan laat u het maar gebeuren, zou ik zeggen. Ik zal het proberen te doen. Ik roep ook Thij wel eens aan. Als ik ergens ben, ik zeg, nee, Thij, nu weet ik het echt niet meer. En wat nu te doen. Raad me eens een beetje en zeg me eens, fluister even iets in mijn oor. Zodat ik weet hoe ver te gaan, wat te doen. Tegenwoordig wonen we als kleine familie samen. We wonen niet meer in een groot familieverband. En daarom is er misschien ook zoveel worteloosheid. Kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik wel in het Engels spreken. Gevoel van ontworteling. Gevoel van ontworteling. En we hebben geen wortels meer. Want we zien niets meer.
De ouderen die sturen naar een oude vandaaghuis waar ze goed verzorgd worden, liefdevol verzorgd worden. Maar we snijden onszelf ook daarmee af. We zien niet meer, we voelen de stroom niet meer. We voelen niet meer dat we deel uitmaken van iets dat al heel lang daar is. Er zijn boekjes, dat hele blauwe boekjes, staan er misschien niet allemaal in. Waar de families in opgedeeld zijn, dan kun je nakijken naar je voorouders. Maar het staat misschien niet in een boekje, maar het is vast wel ergens te vinden. Dus de berg is een voortzetting van de aarde en wij zijn een voortzetting van onze voorouders. En natuurlijk zijn er voorouders die heel kundig, heel kundig waren. En er zijn voorouders die niet zo kundig waren. Maar dan denk ik, ja, ben ik altijd kundig? Niet altijd. Dus moet ik dan, kan ik dat dan van mijn voorouders verwachten? En ik heb gemerkt dat als ik naar mezelf kijk, dan word ik veel zachtmoediger tegenover anderen en tegenover mijn voorouders ook. Ze hebben misschien niet dezelfde voorwaarden gehad in mijn leven. Dat er iemand was of ergens was aan wie of aan wat ze zich kon wenden voor meer inzicht. En wat een juiste handeling zou zijn om ergens mee om te gaan. En wij hebben dat geluk wel. Daar herinner ik me altijd aan als het even moeilijk is. Wij hebben als monastiek of kloostering ook wel eens moeilijke tijden. Maar wij leven in een gemeenschap en dan hebben we keuze uit vele mensen. En als het misschien een beetje moeilijk is, dan weet ik, oh, ik ga eventjes bij die kijken in de keuken die aan het koken zijn. En dan voel ik meteen de liefde van de zusters die daar staan en achter grote potten te horen, te snijden en dergelijke dingen te doen. Dan is het dankbaarheid. Ik heb ook voor de tuin. Naar de tuin. Pardon. De tuin, de bloemtuin, de grote tuin. En kijk even wat ze daar aan het doen zijn. Dan voel ik ook een grote dankbaarheid. Voor de zusters en de leken vrienden die in de tuin werken. Ik ga even langs het kantoor. Ik doe zo een beetje door. Mijn zussen die zeggen dan, het is altijd zo fijn als je even langskomt. Dan denk ik, ja, dat vind ik ook. Het is net zo voldoende voor mij als het voor hen is. Even langs te gaan. De bloemen of de bomen. Even de boom in mijn armen te nemen. Kleine dingen die al vreugde en geluk brengen. Bomen zijn ook onze voorouders. Die hebben al lang in en uit geademd. We doen nu nog met ons samen. Dus ik adem uit en ik ben stevig en voel me diep geworteld in mijn voorouders. Mijn bloedvoorouders, mijn spirituele voorouders, in mijn natuur. En dan later, reflecterend. Als ik denk aan water, dan denk ik aan een meer dat stil is. De oppervlakte is stil, dus geen rimpels.
weerspiegelt de omgeving precies zoals het is. Vroeger liep ik vaak graag met de voetjes rond. En een van mijn lievelingsbeelden was een meer waar het de omgeving in weerspiegelt. En dan liet ik het zo afdrukken. Dus ik kon zeggen zonder de hemel erbij. En dan liet ik iemand zien en vroeg me, wat is nou de weerspiegeling en wat is nou het meer? Dat konden ze nooit zeggen. Ik had achterop een tekentje gemaakt, zoals ik het wel wist. Maar zo ons geest zo te zijn dat het weer spiegelt zoals het is. En wat maakt het dat onze geest het niet weer spiegelt zoals het is? Ik laat u even denken. Ja, de golven, maar wat zijn die golven in onze geest? Ja, dus sterke emoties. Iets wat we kunnen zeggen, ja, wat we horen, wat we zien. Foute waarnemingen. En nee, wat dingen niet juist waren. Wrong perceptions. Die zijn de bron van wat die veroorzaken de golven. Emoties. Dus als ik het water weerspiegelend doe, dan kijk ik even en denk, oké, vooral in het dagelijks leven en vooral in interacties met anderen, gewaar te zijn van mijn percepties, waarnemingen. En mij af te vragen, are you sure? Weet je het zeker? Het is een van mijn lievelings calligrafieën van Thay. Are you sure? En dat zijn natuurlijk foute waarnemingen omtrent onszelf, omtrent anderen, situaties, de wereld. En zonder die foute waarnemingen vrij om om de juiste manier in te gaan op de ander, op onszelf, op onze omgeving. Dus als we deze oefening doen, die op het eerste gezicht een beetje kinderlijk, lijkt even bij stil te staan om werkelijk te zien dat het een hele diepgaande oefening is. Thay heeft in zijn boeken nog steeds en voordrachten die op programma zijn de gift de ja, het geschenk op de gaven, dank u wel. De gaven om dingen in een hele eenvoudige taal weer te geven. En dat kan heel kinderlijk lijken van, ach, dit is niet diepgaand. En ik ga eens eventjes ergens anders kijken waar het meer echt is. Maar vergis u niet. Wij moeten de kunst ontwikkelen om te kijken van waar heeft hij het hier over? Wat bedoelt hij? Bijvoorbeeld met breathing in en blooming as a flower. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, wat? Zulke liedjes hebben we lange tijd niet meer gezongen. Maar nu weet ik wel beter. Dus nog even over het liedje.
zoals als ze zingen, ik bloem, ik bloei als een bloem. Je ziet jezelf als een bloem, wat bent u voor een bloem? Bent u een roos, bent u een bloem, bent u een viooltje, een bosviooltje? Wat bent u voor een bloem? Ik ben soms een bosviooltje, soms ben ik een paardenbloem, heel brutaal. Ik geloof tussen de rozen staan, alsof het de grootste zaak ter wereld is. Iets wat een beetje prikt. Stikken. Ja. Misschien niet altijd dezelfde bloemen. Maar alle bloemen hebben hun plaats. Dan kunnen we even genieten van een klank van de bel. Dan brengen we onze aandacht even terug naar ons lichaam. En kijk even. Doe even een scan, zo van de top van uw hoofd even zo door het lichaam gaat. Of u ergens in uw lichaam misschien wat spanning aantreft. En dan op de uitademing kijken of u een beetje kunt verzachten. Thank you.
Maar dan kunnen ze het uit. Ja. Dank je wel. Dus één keer in en uit ademen. Als we daar ons van bewust zijn, dan zijn we ons voor de duur van één in en uit ademen bewust en volledig in het heden. Als we langer in het heden willen blijven, dan moeten we een beetje langer bewust blijven van onze in en uit. Zoals ik al gezegd heb, die uitgenodigd worden de hele dag. Er wordt een bel uitgenodigd. Dus wij noemen het uitnodiging, niet laten klinken of slaan. Nu ben ik in het heden. Ben ik bijna aanwezig. En geniet dan voor 3 keer, ik zou zeggen van 3 in en uit.
3 keer in- en uitademen. En dan ga ik verder met waar ik bezig was. En als ik werkelijk, of als wij werkelijk bij onze ademhaling zijn, voor 3 keer in- en uitademen, dan zal er iets veranderd zijn in ons. Dan zijn we een beetje meer aanwezig dan voor dat we wel uitgenodigd zijn. Het kan zijn als we een bel horen en we stoppen. Stoppen betekent weggedragen worden naar de toekomst of het verleden of helemaal in het heden, door het heden overweldigd te zijn. We komen terug, we zijn werkelijk aanwezig. Dan merken we dat er iets veranderd is. Misschien merken we dat de persoon die tegenover ons staat of zit, waar we een gesprek mee hadden, met haar lichaamstaal, of zijn ogen, iets heel anders probeert te communiceren dan wat de woorden zeggen. Opeens zien we van, oh nee, er is iets heel anders hier. Dat hadden we daarvoor nog niet gemerkt. Of het kan zijn dat we opeens zien, ach, dat zijn gele en paarse bloemetjes. Die bloemetjes wel gezien, maar ik had niet gezien dat ze geen apart zijn. Er is iets veranderd. We zijn meer aanwezig. We zijn meer wakker. Soms wordt de miracle of mindfulness ook genoemd op zijn als the miracle of being awake. Het wonder van wakker te zijn. We zijn aanwezig. We zijn aanwezig. Eerste wonder van leven in aandacht. We zijn meer aanwezig dan we voorheen waren. Dit is Thais teaching. We moeten dat niet zomaar aannemen. We moeten even kijken of het waar is. En of het wat zo is, dat weten we alleen als we oefenen. Dus neemt u dit niet zo aan? In de dagen die nu komen, kijkt u bij uzelf of het klopt. Als u werkelijk gestopt bent en alleen even helemaal bij de adem bent geweest, voelen hoe de lucht naar binnen stroomt, door de neus, achter de keel, ergens in de longen, voor zover we dat kunnen volgen, en dan weer naar buiten stroomt. Heeft u iets gemerkt? Het eerste wat mij daarbij opviel was, ha, als de adem naar buiten stroomt, is die warmer dan toen die naar binnen stroomt. Zoals gisteren al zei, we hebben ergens een verwarmingssysteem in ons aanwezig. Even kijken hoe snap ze in wat zeggen. Recognize is herkennen. Herkennen, ja. Opmerking. Ja, opmerking.
keuze aan twee manieren aan om daar op in te gaan. We hebben deze kennis en dan kunnen we dus iets afwijzen of iets aannemen. En in onze oefening nemen we het aan. Want we willen weten, wat is het? We herkennen het en willen begrijpen. Embrace. Omarmen. Onze waarde natuur.
staat zijn om aanwezig te zijn, te herkennen en te omarmen. En terwijl, dan komen we terug naar ons lichaam. Gewoon in het dagelijks leven vertelt iemand anders ons
wat er bij ons afspeelt, tenminste wat ze denken dat er bij ons afspeelt. En er zijn momenten waar we het niet met ze eens zijn. Je bent boos. Nee, ik ben niet boos. Heel duidelijk. Ik ben niet boos. Zoiets. Je begrijpt wat ik bedoel. De ander die ziet, denkt te zien, meent te weten wat er in ons afspeelt. En we zijn het er niet mee eens. En vooral als het boos is. Want boos zijn, dat wordt gezien als iets wat niet... Dat is niet lief. Dat mag eigenlijk niet. Maar als we boos zijn, misschien als het is, als we weten hoe we boos moeten zijn, zodat het ook vruchten afdraagt, zou ik zeggen voor onszelf, dan is boos zijn misschien wel toegestaan. Soms zien anderen wat er in ons afspeelt. Het is onszelf moeilijk om aan te nemen. Maar als we kijken naar dat we een voortzetting zijn van onze voorouders. Dan kan het makkelijker zijn dat aan te nemen. Dit is niet iets van mij of van mij alleen. Het kan ook iets zijn dat is van onze omgeving. Wij zijn ook een voortzetting van onze omgeving. We zijn een voortzetting van de leraressen op school, van de professoren. En het is makkelijker iets aan te nemen als we zien, oké, ik ben hier niet de enige die dit heeft voortgebracht, maar anderen ook. Ik ben dus niet de enige verantwoordelijk, zal ik maar zeggen. Maar ik kan wel de verantwoordelijkheid nemen van hoe ik ermee omga. Thank you.
Als we spreken over omarmen, dan nemen we vaak het beeld van een baby dat huilt. Als een baby huilt, nemen we het in onze armen. En dan lopen we een beetje mee en denken, ja, kloppen een beetje op de rug. Je kent dat misschien wel. Om het te sussen, houden het vast, wiegen het een beetje. Dus dit is
Er is ook de capaciteit van denken. Dat wordt meestal niet hierbij genoemd van die intuïtieve zinsorganen, maar we hebben een capaciteit om denken. En het is mij opgevallen dat ik door mijn denken zaadjes aan te geven. Denkt u even niet aan de bron.
die de pijn boven heeft gebracht. Kunt u laten doen? Kunnen we het doen zodra we kalm zijn? Maar nu is het niet het moment. Als we verdrietig zijn en we proberen helder te denken en te kijken, dat lukt niet. Tenminste, dat lukt mij niet. Dat lukt niet. Eerst even kalmeren. Dus nee, ik ga er nu even niet aan denken. Ik kom straks bij je terug. We moeten onze geest wel geruststellen. Ik kom bij je terug. Maar nu is niet het moment. Ik kan nu niet helder denken. Dus het verdriet omarmen en het laten kalmeren. Soms bij het, ik ga terug naar mijn adem, ik adem in en ik ben verdrietig, ik adem uit. Ik omarm mijn verdriet, ik adem in. Waarom? En dan ben ik weg. Als het mogelijk is, misschien kunnen we dan even loopmeditatie gaan doen. Want het is een lichamelijke actie en die helpt ons. Er zijn niet zoveel in de geest, maar ik geloof meditatie om bij ons lichaam te zijn, de stappen te voelen, de grond onder onze voeten, de bodem of de vloer. Voelen hoe we door de ruimte bewegen. Dat is een wonder. En als we weer weggedragen worden naar de bron, zeg nee, straks. Eerst een eventjes nog meditatie doen. En u zult merken na een tijdje wordt het rustig en kalm. Dan kunnen we iets anders gaan doen. Iets wat ons voedt. We kunnen iets gaan lezen, ergens naar kijken, iets wat ons opbrengt. We zijn nu kalm, we kunnen nog een beetje, ons een beetje meer aansterken door iets opbeurends te doen. En als we werkelijk voelen, nu kan ik kijken. Nu kan ik in het heden blijven, niet weggedragen worden door emoties. Nu is het goede tijd om te kijken van wat is er precies gebeurd. Dus bij het omarmen is het belangrijk te weten of we aan het voeden zijn of het kalmeren. Soms bij het omarmen hebben we voeden nodig en soms kalmeren. En we moeten het verschil kennen. Dat te doen. Bijvoorbeeld, het is lente en het is prachtig.
door je kamer ook, dat was dat mosterdzaad en dat, dat witte kruid. Fluitenkruid. Dat groeide aan de kanten van de weg tussen de bomen. Prachtig. Zo mooi. We hebben genoten van de weg hierheen. En het was echt bij de hele weg. Ik zat in de auto en ik dacht, nog meer. Want er is ook iets met onze geest. We kijken en zeggen, oh ja, gezien. Gezien, gedaan. Nu doe je iets anders. Maar te blijven kijken. En van te blijven genieten. Dat is een oefening. We kunnen nu hier nog van genieten van die prachtige roosjes. Kunnen we er morgen ook van genieten als ze binnenkomen? Of zijn we er al zo aan gewend dat we het niet meer zien? Maar ervan blijven genieten. Het is een andere dag. En dat is ook met onze geliefden om ons heen. Natuurlijk, we kennen ze misschien al, ik weet niet hoeveel decennia. Maar het is niet dezelfde persoon. En wij zijn ook niet dezelfde als persoon als gisteren. Kijk je nu? Het is toch weer nieuw. Ik was ooit, en dat is al een heleboel decennia geleden, dat ik een ervaring had in mijn leven die mij in een depressie liet vallen. Intuïtief was dat nog niet bekend met de oefening, maar intuïtief wist ik van ik moet leuke dingen doen. Leuke dingen kijken en dergelijke. En nu in het huis waar ik woonde, in het tuin, stonden twee kersen boven. Japanse kers. Prachtig. In de lente. Waar ik altijd weer vol verbazing en verwondering voor stond elke lente. Maar die lente. Ik stapte het huis uit. En ik zag de kersenbloemen. Dus ik zei, oh ja, de kersenbloemen, wacht af. En ik dacht, wat? Stop. Ga kijken. Dus ik ben gestopt. En ga kijken naar de kersenbloemen. Dit niets. Ik dacht, doe niets. En ik doe niets. Maar ik dacht, nee, de kersenbloemen, die heeft mijn vreugde. Elk jaar geniet ik. Kom terug naar ergens in het
toekomst, kom terug naar het heden. Wees hier volledig aanwezig. Je bent hier en als er iemand naast u zit in de auto, dan merkt u misschien opeens, oh ja, kijk eens even. We zijn eigenlijk samen. Je kunt even genoeg, of zoiets. Of een aardig woord zeggen. Dus niet de leer voor aangenomen nemen, omdat u het weet. Maar kijk of u kunt komen, omdat u het ervaren heeft. Wees, ik bedoel intellectueel weten en het aan een eigen ondervaring. Iemand zei ooit aan Tina Tan, die leert alleen maar breathing in, breathing out. Maar ik adem in en ik weet dat ik in ben. Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem. Komt dat? Ja, dan dat is de basis. En dat wil ik hier zeggen. En ook. Website.
Oh, staat op de website. Fantastisch. Hartelijk dank. Op Stichting Leven en Aandacht. Dank u wel. Dat is een inspiratie. Dus niet alleen met onze voeten of met onze hoofd lopen, maar met ons hele wezen lopen. En dat willen we nu ook graag gaan doen. Morgen ga ik hiermee verder. Ik moest vanmorgen even denken, want we hebben maar 2 voordrachten. Maar dat redden we. Kijkt u, wat helpt u aanwezig te zijn? Wat helpt u werkelijk in het hier en nu aanwezig te zijn? En dat u herkennen wat er in u en rondom u gebeurt. Zonder te beoordelen, zonder te evalueren. En dan omarmen, dus aannemen, en kijken wat u omarmd heeft. Wilt u dat kalmeren of wilt u het voelen? Kalmeren betekent in contact blijven met de bron die u boven gebracht hebt. Hoe lang kunnen we kijken naar die bloemen voordat de gewoonte aankomt van, ja, nu dat de gewoonte, die kennen we al. Eerst even 3.